Nou wil ik dus eigenlijk dat logo gaan invoegen, dus dat is een plaatje. Ik weet niet echt exact de breedte en zo van hoe dat plaatje precies is. Zoals ik al aangaf met die drop shadow. Dus ik ga het plaatje gewoon invoegen. Dan zijn er een aantal opties wat je kunt kiezen. Nou, je kunt het gewoon typen. Dus je gaat hier tussen staan en je begint met IMG. Even kijken, en dan typ je een spatie, geeft hij weer aan van wat wil je nu. Zeg je CRSRC, en dat is de locatie. Nou, dan kun je nog browsen. Ik heb inmiddels al wat plaatjes in mijn mapje gezet. En daar moet het logo ook bij zitten. Zo. En je geeft aan van oké, ik wil. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik sluit hem weer af. Dit is dus zo'n element die zich eigenlijk open en sluit aan dezelfde kant. Nou, klik ik op bijvoorbeeld refresh. Heb ik dus hier het plaatje staan. Alleen het plaatje, als ik hem dus aanklik, heeft dus geen alternatieve tekst. Die moet ik er even intypen. Waarom is dat zo? Ja, je hebt dus gewoon op internet, als je een plaatje neerzet, dan weet bijvoorbeeld een zoekmachine, of ja, trouwens, blinde mensen kunnen ook op het internet, hè, dat weten niet iedereen, maar ja, die kunnen dus op internet, die kunnen dus ook plaatjes bekijken. Als die dus een plaatje bekijken, ze tussen haakjes, kunnen ze dus niet zien, maar ze hebben dus van die spraaksoftware die dus alles opleest. En die komt dus bij een plaatje, dan zegt hij van oké, als het een plaatje van een boom is en er staat een beschrijving van dit is een boom, dan hoort hij van dit is een plaatje van een boom. Hartstikke mooi. Dan denk je van ja, is blinden mijn doelgroep? Nee, waarschijnlijk niet. Dus wat moeten we daarmee? De zoekmachine Google, die is eigenlijk ook blind. Die kan eigenlijk een plaatje niet herkennen als er dus geen goede alternatieve tekst bij staat. Dan kan het voor hem net zo goed een blauwe skippiebal zijn, ook al is het een boom. Dus zet er altijd een goede beschrijving bij om je vindbaarheid ook beter te maken. Dus we hebben nu alternatieve tekst bijgezet. Nu is het zo dat je hier bij de W en de H, dus de width en de height, kun je dus ook opvragen van oké, wat is die breedte en die hoogte? Klik hier dus op die reset to original size. En hij vult automatisch die maten aan van het originele grootte van het plaatje. Ik kan ook iedereen adviseren: maak je plaatjes optimaal. Dat wil zeggen, maak ze ook zo groot zoals je ze ook echt gaat gebruiken. Ga niet plaatjes verkleinen in code, maar zorg ervoor dat ze gewoon op de goede maat zijn. Dat zorgt je gewoon wat minder opslagruimte op je server en snellere laadtijd natuurlijk. Andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Als jij een te klein plaatje hebt en je gaat hem vergroten, wordt hij lelijk en pixelig. Dus zorg altijd dat het 1 op 1 is. Nou, dan zie ik dus ook dat de breedte 286 pixels is. Nou, dit kan ik gewoon kopiëren. En het vreemde is, bij een plaatje zet je er dus geen pixels bij neer. Dat is schijnbaar niet nodig. Dat is eigenlijk gewoon nog hoe zeg je dat ook weer? Een erfenis van de oude HTML, zullen we maar zeggen. Toen was dat schijnbaar niet nodig om dat hier achter te zetten. Nu we de breedte weten van het plaatje, kunnen we dat ook aangeven bij het logo. Width 286 pixels. Dat is hartstikke mooi. Dan, als het goed is, als ik hem nu hier bekijk, dan moet ik hem natuurlijk wel even opslaan. Even kijken. Broncode ook. Je ziet hier ook trouwens bij die broncode, hè, nu een sterretje staan. Dat geeft aan dat hij dus niet is opgeslagen. Dus je moet hem eerst even opslaan. Zie je ook dat het sterretje meteen verdwijnt. Ga ik hem nou previewen. Zie je dus dat het logo hier is komen te staan. Nou, dat is hartstikke mooi. Nu moet hier dus die navigatie komen te staan. Nou, nu